Mijn presentatie heb ik laten gaan over dat we op dit moment te maken hebben met een fiscaal stelsel wat eigenlijk ontworpen is aan het einde van de 19e eeuw. Een 19e eeuw waar we ook behoefte hadden om dingen misschien vast te nagelen. Ik bedoel, van waar kwam je vandaan, waar woonde je. Ook het bedrijfsleven was nationaal georganiseerd. 500 tot 700 multinationals zijn dus verantwoordelijk voor 2/3 van het wereldwijd inkomen. Dat zijn de spelers. Dus veel arbeid, ontwikkelingen, technologie vinden daar in die omgeving plaats. Rondom die grote steden en rondom die multinationals. Dus eigenlijk past ons fiscale stelsel niet meer op de economie. Nou, dat is één ding voor het grote bedrijf. En mijn idee is, misschien moeten we een rekening-courant verhouding instellen. Een rekening-courant verhouding, en IT-technisch is dat mogelijk, dat wij weten allemaal van wat betalen we aan de overheid en wat voor soort voorzieningen krijgen we terug. Inclusief onze hypotheekrente. Dus ook een soort toeslag op eigen huis. Dus een woontoeslag. En als we dat allemaal zouden presenteren, dan krijg je meer inzicht van wat wij betalen en onttrekken. Daarnaast heb ik ook een betoog gehouden over dat natuurlijk ook de werknemer veranderd is. Wij denken nog steeds sterk in de 19e eeuwse termen of uit de 20e eeuw. Het onderscheid tussen ondernemerschap en werknemerschap. De kansen voor mensen die niet alleen minder zijn opgeleid, maar misschien zich ook minder ondernemend opstellen. Die toch liever misschien een duidelijke, vast omrande klus hebben. Daarvoor wordt het moeilijk. Want we vragen veel meer initiatief van onze werknemers dan misschien 10 of 20 jaar geleden. En wat mij opvalt, toen ik vroeger student was, had ik een baan. Ik stond ook ergens achter de bar. En ik was ook in Vrome Dreesman, verkocht die pakken. Dat deed je als student. Nu valt me op dat veel studenten een onderneming hebben. En die zijn allemaal op het internet gericht. Daar zit mijn zorg. We hoeven met onszelf niet allemaal bezig te zijn aan die bovenkant van die arbeidsmarkt. Die organiseert zich wel. Het gaat aan de onderkant, die wegzakt. En we kunnen wel zeggen, iedereen moet opgeleid worden, moet het talent ontwikkelen. Maar misschien moeten we ook wel constateren dat er voor een aantal mensen eigenlijk geen werk is. En dan kom je aan de vraag van, moeten we daar weer werk voor creëren? Ontwikkeling is enerzijds, zie ik nog steeds in Nederland en wereldwijd dat we proberen een stelsel overeind te houden. Waar ik me van afvraag, past het nog bij deze tijd? Ik denk dat de economie veel meer gebaseerd is nu op beweging en connectiviteit.